Dag allemaal, welkom bij het energieweerbericht van Weerplaza. Nou, zoals we afgelopen week gezien hebben, was het behoorlijk wisselvallig en van tijd tot tijd ook windrijk zomerweer. En dat hebben we ook terug gezien in de opbrengsten, want ja, qua zonne-energie stelde het vorige week allemaal niet zo heel veel voor. Waardes ruim onder normaal, maar vooral de wind deed wel hele goede zaken. Bijna een verdubbeling van het aantal wat we normaal in deze tijd van het jaar hebben. Half augustus is normaal gesproken niet zo heel windrijk. Maar vorige week was het natuurlijk anders met al die lage drukgebieden die over de Noordzee trokken. En van tijd tot tijd met name aan de kust een stevige wind, windkracht 5 tot 6. Dat gaat wel veranderen, want de komende week wordt het juist heel rustig weer. Met opvallend weinig wind, met name tussen dinsdag en donderdag. Ja, en de hoeveelheid zon is nog een beetje onzeker. Um, Gemiddeld genomen zal het misschien iets onder normaal uitkomen eind van de week. Maar er moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. Want weermodellen hebben nogal moeite met de hoeveelheid sluierbewolking. Dat is dunne bewolking die vaak over ons land heen trekt. De afgelopen dagen hebben we het soms ook gezien. Vaak schijnt de zon daar nog wel doorheen en is er toch nog een behoorlijke opbrengst qua zonne-energie. Maar bijvoorbeeld een weermodel geeft het dan toch als volledig bewolkt aan. Op basis daarvan is deze waarde uh, ingeschat, maar het kan dus zomaar zijn dat de opbrengst toch veel hoger uitpakt de komende dagen. Dat zien we ook op de animatie terug. Van tijd tot tijd zijn er flinke zonnige perioden, ook wel wat velden dus met die sluierbewolking. Morgen is zo'n dag, maar met name ook de dagen daarna krijgen we van tijd tot tijd met die sluierwolken te maken. En wat vooral opvalt is dat vanaf woensdag er een heel groot gebied verschijnt zonder of vrijwel zonder wind. We komen namelijk recht onder een hoge drukgebied te liggen. En ja, daar waait het nauwelijks onder. En dat zal tot en met vrijdag wel gaan aanhouden. Heel rustig zomer weer dus. En dat heeft ook tot gevolg dat de temperaturen behoorlijk kunnen gaan oplopen in de loop van de week. Nou, in de loop van vrijdag en zaterdag zien we dan een band met bewolking op, op ja, overtrekken, eigenlijk als het ware. Um, daar zitten ook buien op. En daar kan het dan wel weer steviger op gaan waaien. Maar dat is nog wel ver weg. Zoals gezegd, de komende twee dagen ja, die verlopen toch vrij zonnig. Vooral woensdag zal een hele mooie dag worden, maar wel met heel weinig wind. Over het algemeen windkracht 1 tot 2 uit veranderlijke richtingen, maar wel dus een uurtje of 10 à 12 aan zonneschijn. Gaan we dan naar donderdag en vrijdag kijken, dan zien we dat het allemaal iets meer gelijk getrokken wordt. Er komt wat meer wind, met name op vrijdag en dan vooral in de kustgebieden en op de Noordzee qua zonneschijn, ja die sluierbewolking kan af en toe dus de zon wat afschermen, maar het zou ook zomaar mee kunnen vallen met toch nog een behoorlijke opbrengst. Nou tot buien komt het op al deze dagen in principe niet, dus het is wel gewoon overal droog. In de loop van de week kan het wel behoorlijk warm worden, met name vanaf vrijdag en in het weekend mogelijk in het binnenland zelfs tropische temperaturen. En als tip, ja hou dan overdag lekker de ramen dicht om het een beetje koel te houden binnen. Ik wens u nog een mooie dag.